Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering, vakbeweging en bedrijfsleven bereiken tripartiet akkoord. Hoge Indiase onderscheiding voor president Santokhi. Minister Forswijk legt bezoek af aan Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Binnenlandse Zaken geeft start zijn 16 dagen tegen gendergerelateerd geweld. En Suriname aan de vooravond van Srividensi. Ruim 2 maanden na de installatie van het tripartietoverleg hebben regering, vakbeweging en bedrijfsleven een tripartietakkoord bereikt. Deze overeenkomst is op donderdag 24 november bekrachtigd tijdens een bijeenkomst op het presidentieel paleis. Na dit bijzonder moment werd het document aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi. Met de ondertekening is de streefdatum ook gehaald. De uitvoering van het akkoord start in 2022. Zoals u weet is het speciaal tripartiet overleg op 15 september dit jaar ingesteld bij presidentieel besluit. Het bestaat uit 7 vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers. De opdracht was duidelijk om uiterlijk 25 november 2021 een tripartiet akkoord te bereiken tegen de achtergrond van inspanningen tot gezondmaking van de Surinaamse economie en de noodzaak om een evenwichtige spreiding te hebben van de hiermee gepaardgaande lasten en voordelen. En kijkt u wat we vandaag bereiken. Binnen 2 maanden is het doel van het tripartiet akkoord bereikt. En ik geef jullie een applaus daarvoor. En het is voor het eerst in de geschiedenis dat de sociale partners erin geslaagd zijn om zo'n akkoord tot stand te brengen. Dat getuigt van leiderschap. Dat getuigt van het nemen van verantwoordelijkheid. En dat getuigt om met collectieve inspanning en op basis van gedeelde verantwoordelijkheid samen de problemen van het land gaan aanpakken. En ik feliciteer u hiermee en ook met het feit dat u voor 25 november erin geslaagd bent om dit resultaat te bereiken. Nou, het speciaal tripartietoverleg is ingesteld door de president bij presidentieel besluit. En het houdt in dat vertegenwoordigers van de overheid, van de vakbeweging en van het bedrijfsleven met elkaar samen zijn gaan zitten om te praten over een aantal vraagstukken, sociaal-economische vraagstukken. En de bedoeling is dat er een akkoord tot stand zou komen, waarbij ook aangegeven gaat worden van hoe we denken over een aantal van deze vraagstukken en hoe we die samen ook willen aanpakken. Dus dat is het akkoord geworden, het tripartiet akkoord. Daarin zijn de afspraken vastgelegd. We hebben een stuk of 10 officiële vergaderingen gehad. Daarnaast nog een aantal informele vergaderingen. En tijdens de vergadering was het altijd heel respectabel, goed. Van alle kanten heeft men geparticipeerd. Er zijn veel stukken uitgewisseld, want de manier waarop wij werkten was: er moet eerst identificeren wat zijn de issues. Als we daarover eens zijn, dan gaan we teksten beginnen te schrijven. Iedereen aparte eigen tekst. Dan wordt vanuit het secretariaat, komt er 1 tekst, een voorstel. En iedereen moet kijken van, kan men zich daarin terugvinden? Moet er nog wat bij? Moet er wat af? Zijn er zaken die we goed moeten doorpraten, omdat er misschien nog conflicten zijn daarover. En op die manier hebben we dus gewerkt totdat er een akkoord is gekomen van zo'n 24 bladzijden.
President Chandrika Prasad Santokhi heeft de Pravasi Bharatiya Samman Award 2021 toegekend gekregen. Deze hoge onderscheiding wordt sedert 2003 door de Indiase regering uitgereikt aan Indiase diaspora die een uitzonderlijke bijdrage leveren in het land waar ze woonachtig zijn. Het Surinaamse staatshoofd sprak zijn waardering uit voor deze erkenning. Eerder viel voormalige vicepresident Ramdin Sarjoe deze eer te beurt. Hij ontving de onderscheiding in 2009. President Santokhi nam de award op dinsdag 23 november in ontvangst uit handen van ambassadeur Shankarbala Chandran. Hier op de plechtigheid ter ere van president Chandrika Prasad Santokhi. Hij heeft daarnet de Pravasi Bharatiya Samman Award ontvangen. Dat is een award dat gegeven wordt door de regering van India, door de president van de Republiek India, aan personen die zich uitzonderlijk goed hebben gemaakt in termen van de diensten aan de samenleving. President Santokhi heeft het ontvangen op grond van zijn bijdrage aan de Surinaamse samenleving. Niet alleen in de Surinaamse politiek, maar ook omdat hij jarenlang als politieagent en officier en als commissaris zijn bijdrage heeft geleverd. As our honorable minister said in our opening remarks, these 18 years, 269 persons received the award from the diaspora countries. Among them, is a star of the day, His Excellency President Santokhi. I once again congratulate him and take this opportunity to assure that we would work closely with him to help realize his vision for the country and Indo-Surinamese relations. Dit wordt vandaag dus een beetje gevierd met de officiële overhandiging, omdat vanwege COVID-19 hij er niet persoonlijk bij kon zijn in 2020. En wij hopen dat dit gedragen zal worden door de Surinaamse gemeenschap als een erkenning van een bijzondere band tussen twee landen. Het is met een humbled heart dat ik accept de Pravasi Bharatiya Samman Award van de Republiek van India. Ik ben sincerely grateful voor deze recognition. For this prestigious award bestowed upon me by the President of the Republic of India, His Excellency Ramnath Kovind. We chose to create a society where our families can join hands, our children can play together, and where we can collectively grow into one Sweeti Sranang Kondre. I take this opportunity to pay tribute to our ancestors and all the founding fathers of Indian settlements in the diaspora. Once again, my heartfelt thanks to you and your nation for this prestigious Pravasi Bharatiya Samman Award. I will cherish it dearly. May God bless you, bless your beautiful country, and may God bless the Republic of Suriname. Jai Hind, Jai Suriname. God bless you all. Namaste. Minister Dinota Voorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer heeft op woensdag 23 november 2021 een bezoek gebracht aan de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. De bewindsvrouw heeft zich samen met de SBB-leiding gebogen over vraagstukken deze werkarm van haar departement rakende.
Directeur Stanley Batterson toonde zich na afloop tevreden met het bezoek van de minister. Vandaag heb ik een officiële kennismaking gebracht hier bij SBB. SBB, zoals u weet, is een werkarm, een technische werkarm van het ministerie waaraan ik leiding geef. Eerste wat is opgevallen, is als je kijkt naar hun gebouw, je ziet dat ze echt een beetje krap zitten. Mensen zitten van hier en daar. En voor de rest zie je wel dat de mensen heel... ja, tevreden hier werken, maar het zou ook beter zijn als ze misschien ietsje, ja, een veel grotere ruimte krijgen. Dat is echt een van de zaken welke ik heb opgemerkt. Jullie gebouw ziet er niet zo geweldig uit. Zijn er nog andere zaken? U heeft de voeling gehouden, u heeft zaken kunnen horen van de directie, ook de bond. Wat zijn de meest voornamelijke zaken die u ter oren is gekomen? Ten eerste, SBB was toentertijd opgericht voor eigenlijk een soort testfase. Daarna zou men overgaan tot een autoriteit. Men wil het eigenlijk noemen de Bosna's. En bijna al zoveel jaar is men bezig om eigenlijk dit werkelijk te realiseren. Maar het is tot nu toe niet gelukt. Dus wat zij graag willen is dat ik samen met deze nieuwe regering werk ervan maak dat het werkelijk een autoriteit, bijvoorbeeld als TAS, een autoriteit als MAS. Maar nu werken ze eigenlijk als een werkarm voor GBB met... ja, dat is het. Hoe zal het beleid verder eruit zien, volgens u, minister? Ten aanzien van SBB. Ik zal dit wat ik vandaag heb waargenomen, ze hebben dit ook voor me gepresenteerd, zal ik dan verder met de top van de regering bespreken om dit werkelijk uit te voeren. Zodat we veel meer kunnen halen uit onze bossen. Want als het werkelijk een autoriteit op zich wordt, kan je veel meer middelen binnenhalen voor de staat. Los van SBB, u heeft een aantal zaken ook in uitvoering bij het ministerie. Kunt u ons een laatste stand van zaken geven met betrekking tot de activiteiten bij GBB? Als ik het goed heb, ja, waren we vorige week in Para. Daar hebben we geprobeerd om bijna 800 zoveel grondbeschikkingen te geven. Als de situatie het toelaat met COVID, willen we ook nog 2 districten aandoen voordat het jaar afsluit. Dus we werken, we proberen ons de achterstanden dan in te halen. Zijn er nog ook andere zaken op het ministerie, los van het uitgeven van grondbeschikkingen? En dat is dit gedeelte, hè? Onze bosgedeelte. Het is grondbeleid en bosbeheer. Vandaar dat we hier zijn. Tot nu toe, wat de directeur heeft gepresenteerd, is dat we voorlopig nog geen concessies uitgeven en ook geen verlenging. Dus al die zaken moeten we dan ook bij de regering top bespreken. Want zonder de verlenging en de concessies is het zo dat zij dan eigenlijk doodbloeden. Want door die zaken krijgen ze dan eigenlijk middelen hier binnen. Maar als dit bijvoorbeeld niet gecontinueerd wordt, kunnen zij dan ook straks failliet raken. Dus al die zaken zijn vandaag ook naar voren gebracht. Maar die gaan we nog verder nog met de president, de vicepresident, het totale regeringsteam nog een besluit nemen. ...2021 markeert het 30ste jaar van de 16 dagen van activisme tegen gendergeweld. Ook in Suriname wordt er aandacht besteed aan de Gender-Based Violence Campaign. Deze campagne wordt jaarlijks gevoerd van 25 november tot en met 10 december. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op woensdag 24 november 2021... het startsein gegeven voor dit 16 dagen durende activisme. Dat start met Orange Day. Dit gebeurde tijdens een activiteit in de ballroom van Hotel Torarica. We weten dus dat Suriname op 25 november aanstaande ook 46 jaar staatkundig onafhankelijk is.
En we hebben dus dat stukje ook meegenomen, los van het feit dat iedere 25e van iedere maand Orange Day wordt zeg maar herdacht, gepromoot. Er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties in de samenleving die een bijdrage leveren op dat stuk. En wij hebben dus gezegd als ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, dat we dus een extra stempel willen drukken daarop. Vandaar dat we dus ook met alle organisaties, zoveel als mogelijk, die zich bezighouden met Orange Day, zeg maar stop geweld tegen vrouwen, bezig zijn in onze samenleving, contact hebben gemaakt en een selectie hebben gedaan om dus de dag van vandaag gezamenlijk te doen. Orange Day, dat wordt gevierd van 25 november tot en met 10 december. Gender-aangelegenheden valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waar wij echt op focussen is nu bewustwording. Geweld tegen vrouwen en meisjes moet duidelijk zijn dat het nooit goed is, nooit goed te keuren is, in welke vorm dan ook. UNFPA is de VN-organisatie die belast is met issues gerelateerd aan seksuele reproductieve gezondheidszorg, gender en bevolking en bevolkingsdata. In dat kader, als je kijkt naar seksuele reproductieve gezondheidszorg en gender, is natuurlijk gender-based violence hoog op onze agenda. Binnen de UN werken we natuurlijk altijd samen. Niks staat los van elkaar. Maar het is dus wel zo dat vooral nu in deze periode van COVID we eigenlijk extra aandacht moeten geven aan gendergerelateerd geweld. Geweld lost geen zaken op. Maar door te communiceren, door te praten over de pijnpunten, dan kunnen we de plooien die er zijn, dan kunnen we die plooien glad strijken. Dus wat proberen wij te doen? We proberen samen met man en vrouw het gesprek te hebben. Hoe kunnen we gezamenlijk op het punt komen om datgene wat ervoor zorgt dat er boosheid, agressie, irritatie, dat die zaken ontstaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen, één, dat we gaan luisteren naar elkaar, want daar begint het al. Als we zijn op het punt van, ja, maar jij hebt gezegd en ik heb gezegd, daar komen we er niet. Dus communiceren, waarbij we gaan luisteren naar elkaar. En vervolgens dat we dan gaan kijken naar, hoe kunnen we komen tot één gemeenschappelijk gezichtspunt. Dat betekent, die man kan niet zeggen, ja, ik zie het zo. Die vrouw kan niet zeggen, ja, maar ik zie het. Tuurlijk, ze hebben beide hun gezichtspunten. Maar dan worden ze uitgenodigd om naar elkaar toe te groeien. Naar het punt waarbij ze zeggen, weet je, we moeten het samen doen. Suriname staat aan de vooravond van de viering van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Het is voor land en volk een bijzonder moment. Vanwege de beperkingen in verband met COVID-19 kunnen er nog steeds geen grootste activiteiten ontplooid worden. Echter kunnen we Srividenti niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het is uiteindelijk het moment waarop elke rechtgeaardigde Surinamer zit te wachten. De regering heeft daarom besloten de totale lockdown die normaal op feestdagen geldt voor donderdag 25 november op te heffen. Echter zal er op deze dag een veiligheidszone van kracht zijn in de omgeving van Rooseveltkade, Wakkapassie, Palmetuin, Kerkplein en Onafhankelijkheidsplein. Dit gebied mag niet zonder meer betreden worden. Volgt u ook tijdens Srividenti de aanwijzingen van de politie op. Houdt u zich aan de COVID-19 maatregelen. Vermijd drukke plekken en doe vooral een mondbedekking op. En ook voor u geldt, drink met mate. We zijn gekomen aan het einde van Focus en namens de Communicatiedienst Suriname feliciteer ik u met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid.
Bedankt voor uw aandacht en een hele mooie avond aan u toegewenst. Goedenavond.